Dit weekend ging I'm a Dancer door in de Stadsschouwburg van Mechelen. I'm a Dancer is de Cadansshow anno 2015. Een wervelende show met verschillende dansstijlen, mooie belichting, zelfgemaakte videoprojecties en veel meer. Katja van Cadans, proficiat vandaag. Succesvolle optredens hier in Mechelen. Hoe voel je je? Dank u wel. Ja, natuurlijk heel trots op de dansschool. En ja, we hebben er heel lang aan gewerkt en zo. En dan om te zien dat dat resultaat nu uiteindelijk allemaal in elkaar valt, de hele puzzel, dan ben ik daar echt wel heel blij mee. Dat is echt wel heel tof. We hebben bijvoorbeeld een kleine dansstudio in Battle, nu enorm groot aan het worden. Hoeveel leden hebben jullie nu al? Ik denk dat we stilletjes aan naar de 550, 600 zoiets toe gaan. Dus inderdaad, 7 jaar geleden, dan zijn we uiteindelijk met 75 begonnen of zo. Dus het is echt wel immens. Ja. Er zijn ook al groepen bij die bijna quasi professioneel zijn, denk ik. We hebben een aantal teams en die doen heel veel wedstrijden, heel veel optredens en die doen dat ook nog wel heel goed, want die scoren daar ook nog wel mooie plaatsen en zo. Af en toe toch wel ook een keer goud en zilver, dat is echt wel leuk. En op die manier komen die op heel veel plaatsen en dat is dan natuurlijk weer goed voor de dansschool ook, want zo wordt onze naam verspreid. Zeg, je hebt hier 4 uitverkochte optredens, hoe verklaar je dat succes? Hoe verklaar ik dat succes? Ik denk, we hebben wel wat promotie gedaan online. Dus online echt wel heel, dat is het middel om reclame te maken. Maar anderzijds zijn er wel heel veel leden die heel veel familie en vrienden hebben uitgenodigd. En die hebben iedereen warm gemaakt om te komen kijken. Dus het is inderdaad een succes. Je doet dat om de 2 jaar. Ga je dat niet elk jaar doen nu met dat succes? Nee. Nee, omdat er zoveel werk in kruipt en zoveel creativiteit. Omdat we willen de show ook altijd een beetje anders aanpakken dan louter de groepen achter elkaar. Dus we maken daar echt één geheel van, één concept met een rode draad. Al die projecties dat erbij komen en zo. Dus daar steekt wel wat meer werk in. En daarvoor, voor al die creativiteit, hebben we ook zo wel wat meer tijd nodig. Dus, en dan hebben we ook weer frisse ideeën en nieuwe dingen eigenlijk om te doen. Dus dat maakt het interessanter. Ga je niet langer ophouden, want je moet straks weer optreden. Alles in goede banen. Veel succes vandaag nog en tot ziens. Dank u wel. Zeg, jullie hebben fantastisch gedanst hier bij Cadans. Wat voor dansjes moet je allemaal doen? Ik doe eigenlijk verschillende soorten stijlen. Doe ook meer techniekstijlen, ook meer hip-hop-stijlen, dat hangt er vanaf. Jij bent ook een van de hoofdrolspeelsters, heb ik me laten wijsmaken. Welke rol speel jij? Ik ben de kleinste van de 3 en ik ben eigenlijk degene die als eerste in het dansleven stapt. Hoeveel jaar ben je? 10. En dans je al lang? Ja, toch al een 5 jaar. En welke stijlen doe jij het liefst? Liefst hip-hop dan. En moet je dan zoveel trainen en zo? Ja, heel veel. Zeg, heb jij soms in de toekomst carrièreplannen in het dansen? Ik heb nog geen idee wat in de toekomst allemaal gaat gebeuren, maar we zien dat wel zeker. En wat vind je vandaag van het optreden zo voor zoveel volk? Wel heel stressy, maar voor de rest is het allemaal wel oké.